Met name vanochtend zien we veel bewolking over ons land. En van tijd tot tijd valt ook op veel plaatsen enige tijd regen. Het gebied met regen waar we mee te maken hebben trekt uiteindelijk via het noorden vanmiddag laat het land uit. In het zuiden van het land maakt de regen plaats voor een aantal buien. Vanochtend dus bewolkt en op veel plaatsen enige tijd nat. De wind draait naar het westen, neemt vooral aan zee en kracht toe. Temperaturen liggen er rond een graad of 7. En die, die lopen vanmiddag op naar zo'n 6 graden in het noorden van het land in de regen tot plaatselijk 10 of 11 in het zuiden van het land als de zon af en toe schijnt. Vanavond dan zijn er overal wel een aantal opklaringen te zien. De temperatuur die blijft aan de hoge kant met een graad of 8. En ook de wind neemt iets in kracht af. Morgen hebben we dan een matige wind uit het westen tot noordwesten en overal schijnt van tijd tot tijd de zon. Met name ochtends vallen er nog wat buien, later op de dag is het grotendeels droog, de temperatuur dan rond de graad of 8. Donderdag dan hebben we eerst wat zon, later neemt de bewolking toe en vanuit het westen valt dan uiteindelijk op steeds meer plaatsen regen bij temperaturen rond 6 graden. Vrijdag en zaterdag is het vaak droog, maar heeft bewolking de overhand, de temperatuur gaat iets naar beneden en de wind draait naar het zuidoosten.